Goedemorgen allemaal. Ik ga een stukje voorlezen, dat heeft Martin al verteld. Het is een dik, zie je wel, dat hebben we samen gedigitaliseerd met Jos van Alphen en ik. En ik begin met 3 november, eigenlijk de laatste dag van de oorlog in Den Hout. De aanval op Den Hout is rond 4:30 heviger geworden. Het granaatvuur is niet meer van de lucht. Wij sliepen rustig door, tot 6:00 zowat. Opeens schrokken we wakker. Zeker van een granaat die vlakbij insloeg. Maar het bleef niet bij 1. Nummer 2 en 3 volgden direct. Wij uit ons bed. Maar waar moesten we blijven? Ergens anders dan in de kelder. Moeder zei, ik ga een kop koffie zetten en een boterham klaarmaken. Dat is een beetje verzettelijk. Ja, wij zouden het anders zeggen. En dan kunnen we maar zien als het soms nog erger wordt. Dan heb je toch wat op. Want misschien kun je vanmiddag wel niet meer eten. Het petroleumstel werd aangestoken. En een ketel water opgezet. Het was net gebeurd. Over de kamer er weer een stel granaten aan. Nou, was het vlakbij dat ze insloegen. Want het kelderraam vloog aan scherven. En pannen kletterden net of alles instortte. Gelukkig dat we niet meer op bed lagen. Want ik lag met mijn hoofd tegen het kelderraam aan. Nou hoorde je niks meer dan granaten die kwamen aansuizen en dan insloegen. Allemaal vlakbij. Want in de kelder stikte je bijna van de kruiddamp. Telkens kwamen er weer anderen. Het werd angstig. Je hoorde niks als fuut, klets, boem. We kropen dicht bijeen. Als er dan één bovenop ons viel, konden we beter allemaal dood zijn. We baden een oefening van berouw en wachten maar wat af wat er verder zou gebeuren. Gegeten hebben we die morgen niet, want dat smaakte niet onder al dat lawaai van pannen en brokstukken die naar beneden kwamen. Ze vielen met honderden tegelijk. Ik werd toch wel een beetje nieuwsgierig hoe het er boven de kelder uit zou zien. Zij zaten dus niet in de schuilkelder, maar eerst in de kelder onder het huis. Nou was het eventjes stil. Ik de trap op, aan de vierde trap van beneden af was ik, of daar kwamen er weer een stel aanfluiten. Ik terug. Tot 3 keer terug moest ik telkens. Toen kon ik het tot boven brengen. Nou, dat was een heleboel kapot. De keukenramen. De ramen van de tuindeuren en van de zoldertrap lagen al aan stukken. De gordijnen wapperden aan flarden. En er hing ook overal in huis kruiddamp. Verder als de gang durfde ik niet. Want weer kwamen er een stel granaten. Ik met een gangetje terug de kelder in en weer maar afgewacht. Toch werd het nog erg. Het kon nog wat worden vandaag, want het was nog maar 8:00 in de morgen. Het was nou toch wel hevig en vlakbij, want je zat gewoon te schokken in de kelder. Telkens als ze kwamen aanfluiten en dan insloegen, zetten we onze mond en onze handen voor de oren. Dan konden je trommelvliezen niet springen, hadden ze gezegd. Het was bijna niet meer om uit te houden in die kelder. Daarin waren we anders gek geworden. Nu, als het even stil is, gaan kijken naar de schuilkelder in de hof. 1 voor 1 achter elkaar. Maar het werd niet stil. Het bleef alsmaar hetzelfde. Het werd niet stiller. Tot opeens chef Godschalk begon te roepen. Kom eruit, kom eruit. Nu werden we nog angstiger. Zeker al doden, zeiden we. Maar niemand waagde het om uit de kelder te gaan. En in de kelder te blijven durfden we ook niet. Dan wagen we het maar op. Eerst zette vader het schuurdeurtje open. Wij achter hem aan. Nou was het ook eventjes stil, maar nog niet 1 minuut. Ik was het laatst en nog maar 35 meter van het huis af. Of daar kwamen er weer een stel granaten aan. Ik liet mijn eigen vallen en de kogels floten gelukkig verder. Toen ik ook met een vaartje het gat in. Weduwe Godschalk schrok erg toen we daaraan kwamen lopen. Ze vroeg of we wisten of er iets gebeurd was. Want ook zij had chef Godschalk gehoord. Maar we wisten ook van niks. Ik had wel gezien dat er bij ons in het pakhuis een groot gat was geslagen. De droogdraden hingen aan stukken. Bij ons in huis was al veel kapot. Het een en ander konden we zo wel vertellen. Het was hier net zo goed als in de kelder onder het huis. We zaten alleen veel nauwer. Nu zaten we met 10 man in een schuilkelder, waar eigenlijk maar plaats was voor 4. We zaten op elkaar gepakt.
Nu maar afwachten. Het regende steeds granaten. Telkens als er een in de buurt viel, kwam ook daar de kruiddamp binnen. Nu en dan riepen de mensen vanuit de grond naar elkaar toe of alles nog in orde was. Kreeg je een antwoord, wat maar kort was meestal, dan was je weer gerust. Dan werd de ingang met een plank en een deken afgesloten. Wat we die dag gebid hebben allemaal, weet ik niet. Maar we deden het wel veel en vurig. Nog nooit is er op Den Hout zoveel gebid als op 3 november 1944. De kinderen van Weduwe Godschalk, waarvan de oudste 14 en de kleinste 6 jaar was, hielden er eigen goed. Nu en dan huilde er wel eens eentje, maar dat viel best mee. Opeens hoorden we voetstappen. Wat zou dat zijn? Zeker moffen, dachten we, want mensen durfden niet naar buiten. Even deden we de ingang een beetje open. En nu zagen we wat het was. Het waren losgebroken kalfjes en varken die in de hof bezig waren. Het varken was het brood van Weduwe Godschalk uit de trommel aan het opeten. De trommel was wat te groot en daarom had ze die buiten laten staan. Toen ze in het gat gekropen was. Nou hebben we straks geen eten. Thank you.